We hebben de launch gehad van Doekoe, van de Doekoe spaarrekening. Eindelijk is het zover, dus dat we vanaf kinderdag 5 december ouders een Doekoe spaarrekening kunnen openen voor hun kinderen bij de Surinaamse bank. Oké dan! Het is speciaal voor kinderen van 0 tot 12 jaar die een doekoe-rekening kunnen openen. Omdat we dus hebben gemerkt dus dat we eigenlijk voor die doelgroep niets hadden. Ja, dus we hebben wel de spaarrekeningen, maar niet echt zo'n speciale kinderrekening. Dus toen hebben we zo'n spaarproduct in leven geroepen, om het zo te zeggen. En het is doekoe-spaarproduct geworden. Meneer Proeven, hoeveel zin heeft sparen in deze tijd? Sparen heeft altijd zin. Als gezin, maar ook als land. En dan zeg ik zeg dit met klem, omdat wij als Suriname, denk ik, op dit punt onvoldoende hebben gespaard. Als we vandaag aan de dag het stabilisatiefonds, het sovereign wealth fund, een spaarfonds voor het land hadden, dan hadden wij ook onze eigen appeltje voor de dorst vandaag aan de dag. Ook bij de devaluatie blijft er, heeft het nog zin? Het heeft altijd zin, omdat een devaluatie, daarvan ga je natuurlijk niet elke dag plaatsvindt. Het zijn pijnlijke beslissingen, een devaluatie. Het slaat uiteraard, en dat is ook wat u bedoelt, een krater in de koopkracht, maar het heeft wel altijd zin. Als kinderen op deze leeftijd met banken in aanraking komen, draagt het bij aan een stukje financiële educatie. Het bevordert de spaarzin, het bevordert het nadenken over wat je met je geld doet, niet onnodig alles consumeren. Het is toeval dat we het launchen op een moment dat het economisch minder goed gaat. Dus qua timing vinden we het ook belangrijk dat we dit kunnen doen. Het is juist een tijd waarin we goed moeten nadenken over wat we met ons inkomen, wat we met ons geld doen. Sowieso mikken we op heel Suriname, de doelgroep van 0 tot 12 jaar. We willen dat echt. We beginnen bij de scholen en we gaan echt zoveel promoten, zodat alle kinderen vertrouwd raken met Doekoe zelf. En natuurlijk daaraan gekoppeld de Doekoe spaarrekening. Dus in principe heel Suriname willen we hebben. Van de Centrale Bank van Suriname, tevens minister van Financiën, die heeft dus onlangs aangegeven dat de mensen zich niet druk hoeven te maken over hun spaartegoeden, vooral als het gaat om de US dollar spaarrekeningen. Zijn die spaartegoeden inderdaad ook veilig bij de DSB, meneer Proeven? Niet alleen bij de Surinaamse bank. Banken hebben in Suriname altijd de traditie dat ze waken over de belangen van hun klanten. Dus ik praat zeker niet alleen voor de Surinaamse bank, dat zou niet correct zijn. De middelen van de klanten bij ons zijn absoluut veilig. Zijn niet op geen enkele manier in de greep van de overheid. De middelen zijn, het is een relatie tussen bank en cliënt en de middelen zijn veilig bij de bank. We hebben twee donaties gedaan. Eén aan kinderthuis Ramot van het Leger des Heils en de tweede uiteraard aan onze gastvrouw, Sint-Elisabeth School, die heeft ook een donatie van ons gehad. Hebben ze evenveel gehad? Ze hebben beide evenveel gehad. Ik denk dat we kunnen starten met onze speeltuin.